Breda Nu. Je weet het meteen. Op woensdag 14 oktober werd Macro Breda feestelijk heropend. De afgelopen maanden werd er achter de schermen flink gebouwd aan een aantal nieuwe afdelingen. Ik denk dat de grootste verandering wel te maken heeft met dat we veel meer inspiratie, veel meer sfeer en beleving proberen toe te voegen aan de winkel. Voorheen waren we echt een cash and carry, een groothandel. En nu zie je dus eigenlijk dat we toch veel meer beleving proberen toe te voegen. Veel klantgericht proberen te zijn. De vestiging in Breda is de vijfde in Nederland waarin een nieuw belevingsconcept toegepast wordt. Hierdoor kan er beter in de behoeften van de Bredase klant worden voorzien. Macro Breda is een van de 17 vestigingen van Macro in Nederland. Dit is een van de oudste vestigingen. Het is ongeveer 44 jaar geleden geopend. En in al die tijd is er eigenlijk te weinig geïnvesteerd in deze vestiging. Macro Breda is van oudsher een vestiging die enorm populair is. Heel veel fans heeft, als ik het zo mag noemen. Trouwe, loyale klanten die al jaren komen. Vaak mensen die als klein kind hier kwamen en die nog steeds shoppen. En ja, dit is gewoon een cadeautje wat we krijgen van de klant. Ik kan niet anders zeggen. De uitbreiding van de groothandel betekent een impuls voor de Bredase werkgelegenheid. Ook de Bredase horeca gaat profiteren van een vernieuwd en uitgebreid assortiment. Dit concept is dusdanig veranderd en spitst zich toe op service en klantgerichtheid. Dat wij ook naast extra trainingen nieuwe functies hebben toegevoegd. Die echt specifiek gericht zijn op het verlenen van service en het geven van service. Je kunt bijvoorbeeld denken aan de functie van wijnspecialist of kaasspecialist, visspecialist. Allemaal nieuwe functies. Waarbij de mensen sowieso vakspecialisten zijn, dus echt uit die branche komen vaak. Maar daarnaast ook een opleiding genieten binnen de macro, toegespitst op hun vakgebied. Hè, om ook echt die extra service te kunnen verlenen aan de klanten.